Elektrische auto's, je hoort ze amper, maar je ziet ze meer en meer. De elektrische revolutie wint aan snelheid en misschien overweegt u ook om op termijn elektrisch te gaan rijden. Is natuurlijk een flink prijskaartje, maar je hebt lagere verbruikskosten en je hebt in de meeste landen heel wat fiscale voordelen. Je moet dus flink rekenen en dan eventueel kiezen voor elektrische mobiliteit. En dat is geen toeval, omdat in de landen met een opvallende verkoop van elektrische auto's, zoals Noorwegen en ook Nederland, heb je wat heet een stimulerend beleidskader. Dat bestaat uit fiscale voordelen, subsidies en andere voordelen voor wie kiest elektrisch te gaan rijden. Dus je moet goed rekenen, zoeken naar je rendement en dan help je op deze manier ook de planeet. Dat kader is er ook in de meeste landen voor heel wat andere investeringen. Zoals in zonnepanelen, een thuisbatterij, een warmtepomp, renovatie van oude woningen, oplaadtechnologie voor de elektrische auto en noem maar op. Bij wie komen al deze subsidies en fiscale voordelen terecht? Heeft u al veel uitkeringstrekkers zien rondrijden met een mooie Tesla Model S van 85.000 euro? Ik eigenlijk niet. Op zich natuurlijk geen probleem dat de hogere inkomens aan die kar trekken, maar natuurlijk onze energietransitie, het stappenplan naar een koolstofarme toekomst, moet inclusief zijn, moet ook de midden- en de lagere inkomens mee kunnen trekken. Anders gaan we natuurlijk tot een soort dualiteit in de maatschappij evolueren. Human.